Welkom bij de hands-on video review van de Smart V2. De Smart V2 is een multi-room kaartsplitter. Hiermee kan je met gebruik van één smartcard en één abonnement meerdere receivers in je huis van beeld voorzien. De Smart V2 basisset is verpakt in een keurig klein doosje. Alle onderdelen zijn op zich ook weer netjes verpakt in kleine kartonnen doosjes. Het geheel maakt direct een goed verzorgde indruk. De netvoedingsadapter is verpakt in plastic. Zeer stevig plastic. Het betreft hier een kleine standaard USB netvoeding. Het basisstation is uitgevoerd in glanzend zwart plastic met witte zijkanten en is wat kleiner dan je zou verwachten. De twee bijgeleverde smartcard interfaces zijn precies 2,5 cm langer dan een originele smartcard, waardoor ze dus een klein stukje uit de receiver steken. Bij een receiver met een klepje kan dit klepje dus niet meer dicht. In het laatste doosje treffen we een korte USB-kabel aan die als netvoedingskabel en als verbindingskabel met de PC dient. Tot slot nog een nette meertalige installatiehandleiding. De Nederlandse taal ontbreekt hier, maar AstraZat levert keurig een Nederlandse vertaling in PDF-formaat die je op de website kunt downloaden. De smartcard wordt bij de SmartWii onderin het basisstation geplaatst. Zodra de smartcard van de betaal-TV-aanbieder geplaatst is, steek je de smartcard-interfaces in de diverse receivers. Zo eenvoudig is het, zo eenvoudig werkt het. De Smart V2 basisset is goed afgewerkt, functioneert uitstekend en is compatible met zowel Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen als ook Digitenne en Ziggo. UPC werkt vanwege het trouwen van de smartcard met de receiver helaas niet. Het enige nadeel dat we konden vinden is de beperkte reikwijdte van het systeem, maar dit zal in de meeste thuissituaties toch prima voldoen. Wil je meer weten over deze Smart V2 basisset? Lees dan onze review op zatvooral.com.